Dag dames en heren, het is een puinhoop in de straten van Parijs. Ruïne in de straten van Parijs, zoals Redderman met de pet het zou zeggen. Het zijn echt super spannende tijden. Ik kan me herinneren dat ik een, 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 een jong kind was in de jaren negentig. En dan hoorde je voor het eerst over maatschappelijke tumult in de jaren zestig in Amerika. Burgerrechtenbewegingen, hippies in het Vondelpark die als maaien over elkaar heen krioelden. Uh, de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, Frans-Duitse Oorlog. En je hebt het gevoel, Gouden Eeuwen waren er nog. En had je het gevoel zo in de jaren negentig, als, als jong jochie, geïnteresseerd in tumult, spanningen en, en de verdeling van de wereld, dan dacht je, wat leef ik in een saaie tijd? Ik, ik, ik zie het mezelf nog denken van nou, al het spannende gebeurde in de tijd voor mij of zo. Waarbij je natuurlijk uiteraard als kind uh, uh, oorlog onderschat, wat je er helemaal kent van films en, en games. En, en met een stokje rennen door de bosjes van Halem Noord. Je kent het dus niet. Maar dan denk je wel als mannetje van Goh, wat, een, wat een saaie tijd. Nou, dat zijn we nu wel voorbij. Want wat we nu dus zien gebeuren uh, in Frankrijk, uh, wat nu een beetje overwaait naar België. En zelfs in Nederland, uh, waar een mooi zangkoor, een seniorenkoor, door Den Haag is getrokken met een uh, reflecteerd hesje. Ja, dan weet je niet wat je ziet eigenlijk. Ik heb in, uh, in Frankrijk beelden gezien van agenten. Motoragenten die zich aansluiten bij de protesten. Waardoor het volk begint te juichen en politie politie scandeert op een positieve manier. Agenten, een soort ME, hè, die dus de, de helmen afnemen en ook... Uh, zich voegen bij de, bij de protesten. En het is echt indrukwekkend. Want je, je voelt een hele tijd, ook in de Nederlandse samenleving, dat er grote ontevredenheid is. We hebben Europarlementariërs die we niet verkozen hebben. We hebben politici. Nou goed, Mark Rutte, hè, dat is dan nu de kop van Jut. En natuurlijk ook een arrogante kwal die altijd rechts gaat wat die links belooft. Maar je ziet dus dat mensen kwaad zijn om het verschil tussen wat de volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen. en het volk zelf. Want het volk vertegenwoordigen, dat doen de volksvertegenwoordigers maar zelden. En die spanning om niet helemaal grip te krijgen op dat directe besturen. Om één keer te mogen stemmen met bepaalde beloftes die er niet worden ingewilligd. En dan gaat zo'n zo bestuur, zo'n coalitie en zulke prominenten met carrières in hun, in, hun, in hun achterhoofd... die gaan hun eigen leven leiden. Daar is die woede over. Kijk, er zijn een zat van standpunten. Hè? Mensen in Parijs, mensen in België, in Nederland. De, de, ieder die zich identificeert met de gele hesjes. Als je ze nou vraagt wat wil je, dan lopen de, de, de zaken uit één. En sommige critici hebben dan gezegd van ja, god, die gele hesjes. Een bij elkaar gebonden bende. Is het een mozaïek? Het is niet eendrachtig. Maar dan denk je, ja, je kunt niet zeggen dat Noord-Korea eng is en kut. En dan vervolgens als we gele hesjes hebben in een democratie... en ze denken niet allemaal precies hetzelfde, dan is het ook weer kut. Het is één van de twee. Of... of uh, een massahysterie met allemaal eens gezinnen zijn eng, zoals in Noord-Korea, waar wel iedereen hetzelfde liedje roept. Of zelfdenken is positief. En de gele hesjes hebben natuurlijk een raakvlak. Kijk, los van de enkele Mogolen en idioten die een bank overvallen, die dingen vernielen of zo, te ver gaan. Er is ook Adeline in het spel. Er zullen ook mannen bij zitten die een vreselijke vrouw thuis op de bank hebben. en na 40 jaar uitzichtloos kut huwelijk eigenlijk in het gele hesje. Ja, gewoon een lantaarnpaal en ver kunnen trekken. Ik kan me voorstellen, ik wil daar niet toe oproepen, maar ik kan me voorstellen dat een lantaarnpaal uh, huwelijkse pijnen kan verzachten na al die decennia. Maar los daarvan is natuurlijk één gedeelde speler. En dat is die onvrede tussen de ruis, tussen wat dat volk nou had verwacht van zo'n vertegenwoordiger, en wat daar gebeurt. En dat zien we ook terug bij Voren voor Democratie. Uh, je kan het houden of je kan het haten, maar een interessant standpunt is natuurlijk de kartelvorming. Uh, de baantjescarousel, zoals Baudet zo interessant zegt. Ja, het zijn dingen die natuurlijk wel gebeuren en die er wel toe doen. En uh, als ik even als burger, als normale burger, ik kijk in de samenleving rond. Daar zie ik, uh, gisteren loop ik rond in Rotterdam. Daar zie ik daar um, uh, aan de ene kant uh, zwart met, uh, met blank spelen samen. Opgroeien, subculturen delen, liefde voor Feyenoord, liefde voor de stad Rotterdam. Anderzijds zie ik ook groepen opsplitsen en helemaal langs elkaar heen leven... En dan hoor ik mezelf dingen denken en ik denk van god, dat riep Fortuyn ook al in die tijd, uh, die natuurlijk in Rotterdam wonen, Dat bevolkingsgroepen, senioren, jongeren, negrewieden, blank, Chinees, Vietnamees, Kaapverdiaans, Antilliaans, noem ze maar op allemaal, Turken, Marokkanen. Langs elkaar heen leven, langs elkaar heen huwen nog veel te vaak. Uh, dat de ene de ander van vooroordelen beticht, maar zelf niet uh, een schoonzoon kan tolereren of dochter van een ander kleurtje of zelfs maar een andere stam. Ja, dan loop ik rond in dus zo'n grote stad en dan denk ik wel van het is zo onpedagogisch snel gegaan, die immigratie. Het is, dan zie je oude mensen lopen, Amsterdammers of Rotterdammers uh, van die oude generatie, in die wijken die ooit beloofd waren als flattenwijken met wat meer groen en dan de huizen op elkaar gestapeld, ergonomisch, handig. Daar kan je nieuw bestaan uh, beginnen als, als stedeling. Ja, die wijken zijn toch wel in, in een halve eeuw verwoorden tot ghetto-achtige krochten. En die worden dan, die lijken, die rottende lijken worden geparfumeerd met kruifkoorts, met bu uh, buurthuizen. Sommige wijken gaan zo ver om, om, om marhaba in het Arabisch uh, op flats te, te maken. Of, te, of afbeeldingen van moskeeën heb ik zelfs gezien. Om, dan, om die om maar in leven te houden. Um, en ondertussen is er heel veel frictie in het land. En dan zie je dus een bestuurlijke elite in Europa. Die als het gaat om uh, immigratie. En als het gaat om uh, het milieu. Eigenlijk zeggen van joh, de wereld is kut. Jij kan het verbeteren. En als jij niet wil... Dat die Syrische buurman die woning krijgt zonder te wachten. Terwijl jouw kind uh, vijf of acht jaar moet wachten. De... Ja, dan ben je een racist. Hitler, ja, fout, niks geleerd. Kijk op de Dam, een mooi monument. Want jij hebt het nog steeds niet begrepen. Gewone Syrische buurman erbij. En nog wel tien, wat is daar oorlog? En wat weet jij nou voor oorlog? Wat je doet boodschap bij de markt met een Q? Dat is een beetje de chantage. Aan de andere kant heeft het met milieu natuurlijk. Hè? Van, ja, je hebt een leuk leven, je eet sushi, je start de auto. Dan moet je betalen. Het is bij Macron ook een beetje een soort katholieke kerkidee. Als je nou maar gewoon heel veel betaalt, dan was je de dus zonde weg. Want de pijn van veel betalen, dat hield alles onder. Dat moet je gewoon doen. Niet over nadenken, niet tegenstribbelen. Ah, Hitler, egoïst, de wereld kapot maken. Dat wil jij niet zijn. Dus denk er goed om. Want ik hou je scherp in de gaten. Vervolgens eindigt de normale Fransman met een dieselprijs die voor 58% bestaat uit belastingen en een benzineprijs die voor 61% uit belastingen betaalt. In Nederland uh, zie ik vrienden om me heen die een bedrijf willen openen, maar niet gesteund worden. Er zijn heel veel artjes onder het gras. Ze gaan een loongroep omhoog, maar ik zie ze ontevreden. In, in, in mijn familie zie ik dat. Goede vrienden van me die zeggen: Joh, Ik ben een loongroep gestegen, maar ik word zo gekort. Het is, misschien wel, het is een hele rare combinatie geworden van een verzorgingsstaat. Waardoor de kleinste inkomens die krijgen in de grote stad. de kinderen mogen sporten, toeslagen, huurtoeslag, die krijgen een aantal cadeautjes. Terecht hoor, want velen struggelen en we willen die kinderen ook inderdaad meer kunnen bieden dan wat de ouders misschien afleveren financieel. Maar ja, aan de andere kant, die meritocratie: dat als iemand aan een loogroep stijgt, dat hij weer het gevoel heeft dat hij voor jouw lul aan het werken is. En dat is iets ik heel veel om me heen hoor in Nederland: van mensen die totaal gefrustreerd zijn. Of uh, bijvoorbeeld mensen die dan over een, een huwelijk hebben met een, met een partner en ze hebben op elkaar uitgekeken. En ze, de, de trouwring uh, voelen ze niet knellen om hun vinger, nee, ze voelen de hypotheek knellen. En ze zijn twee verdieners. Dus ze voelen een huis knellen. Ze voelen een inkomstenbron die gehalveerd gaat worden, voelen ze knellen. Nog meer dan kinderen of trouwringen. Dus we zijn in een heel paradoxaal Nederland beland, waarbij ondernemen en groeien, financieel draagkrachtiger worden, bestraft lijkt te worden. In Frankrijk zien we dus inderdaad dat een boer bijvoorbeeld met zijn tractortje... daar moet dan benzine in of diesel, en die betaalt zich helemaal schel aan belastingen. En dan de vliegmaatschappij hoeven het niet. Uh, want die moeten kunnen concurreren met andere Europese bedrijven. Ja, nou, op dat moment, uh, als zo'n bestuurlijke elite die, die semi-verkozen is of hele andere dingen nastreeft dan wat hij beloofd heeft. als die tegen jou zegt: van kijk, hier komt een lepeltje met immigranten, levert mondje open, het is het beste voor iedereen. op een gegeven moment pikt het volk dat dus niet meer. Dan krijg je spanning in de samenleving. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Blanke Gemeenschap in West-Europa. Die enorme fout heeft gemaakt. De dus slavernij of een holocaust. En andere zaken die je daglicht niet meer kunnen verdragen in 2018. En aan de andere kant ziekenhuizen bouwt. Waar mensen betaalbaar geopereerd worden. Uh, die een staat hebben nu waarbij je als onderklassefiguur uh, jezelf omhoog kunt werken. Geen klassensysteem. Geen uh, van jij bent sloebertje. En dan kan je in één generatie kan uit de onderklasse. Uh, kunnen mensen ontstaan die op een gegeven moment meer gaan verdienen. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, de broer van mijn vader. Die begon. Uh, op 1-2 hoog in Amsterdam. Uh, is een carrière gaan beginnen. De man is nu miljonair. In één generatie kan. Dus Nederland heeft een hele hoop kansen. De vrije markt biedt een hele hoop kansen. Biedt een hele hoop geneugten ook. Uh, ja, en dan zie je op dat moment dat, het eigenlijk, dat de, de blanke mens andere groepen ontvangt. En dan eigenlijk alleen maar te horen krijgt van ja, het is een en al koloniale verdoemenis hiero, Het is een en al racisme. De negenzoen moet veranderen, de kolonisten van Qatar moeten veranderen. Bepaalde schilderijen in het Rijksmuseum kunnen dagelijks niet meer verdragen. Dus het komt een regen aan klachten voor een gemeenschap die eigenlijk de eerste is in de geschiedenis van de mensheid. Die zijn slavernij vrijwillig tijdens politieke onafhankelijkheid afschafte. Wij zijn als Europa de eerste samenleving, en Amerika hoort er ook bij als culturele satelliet. Wij zijn de eerste beschaving die terwijl we macht hadden, en geld, en wapens, en overwicht dat we dachten van nou weet je wat als je het filosofisch bekijkt is het niet zo leuk iemand niet uitbetalen na een maand werken van dag en nacht laten we maar mee stoppen en ook christelijke gemeenschappen hebben daaraan bijgedragen zoals bijvoorbeeld de Quakers in Amerika die ook spiritueel filosofisch zeiden stop met die slavernij nou dus terwijl we als samenleving zoveel gegeven hebben aan de wereld van vliegtuigen duikboten diersoorten ontdekt en benaming gegeven medicatie hoefverkrijft auto vliegtuig raketten op Mars naar nou weer een projectiel dan weer op de maan gestaan Vervolgens komt er immigratie en er komt nu een continue discussie op gang dat de blanke man het ergste van allemaal is. En dat de Europese beschaving volledig gereduceerd wordt tot een aantal zwarte bladzijders. Ja, dat geeft nu met die social justice warrior cultuur, die steeds maatschappelijker wordt. Die bij de MBO door je strot geduwd wordt. En als, die, als je je mond dicht houdt, dan duwen ze het gewoon aan naar binnen bij je. Er is geen ontsnappen aan. Iedere keer moet ik bij de Wereldraad door we een of andere slachtoffer horen. Dik gevoed, mooi gekleed. Weet je, wel, net uit de make-up gekomen door de visagie met waarschijnlijk een hele andere huidskleur dan zelf. en die gaat dan weer verkondigen hoe slecht en kut en, en benabeld het hier allemaal is. Ja, dat, dat geduld van het volk uh, houdt op. Ik kan niet zeggen dat de Franse gele hesjes uh, specifiek met immigratie... dat is vooral een ding waar ik mezelf heel erg veel mee bezighoud. Ik kan niet zeggen van nou, zij staan precies voor die punten die ik nou opnoem. Maar ik denk serieus, als we naar Nederland kijken... Kijk, het zal hier zo'n vaar niet lopen, want iedereen wil op zaterdag nog gewoon met zijn Tinder date een sushi eten. En iedereen wil nog die schoen kopen, die vakantie, zijn werk en zo. Het is allemaal weer leuk. In het weekend kunnen we praten over een vierde rijk. Maar op maandag gaat het ook gewoon weer die wekker en moeten gewoon naar school gegaan worden en naar het werk. Maar er is wel hier een aantal spanningen. En dat heeft te maken met het milieu. Dus een transitie naar een schonere manier van leven. die toch vaak de kleine personen raken en ondernemingen. en de grote spelers. Een Shell die met de belastingen verdwijnt. Een Shell die in Nigeria de hele tering bij elkaar vervuilt. En dat Beatrix daar weer investeringen in hebt. Al die verhalen. Mensen zijn het een keertje zat om te betalen. En wij onderschatten de spanning die het oplevert. als een beschaving. die zichzelf kent. na de oorlog zichzelf niet meer op de bord wil slaan. Want het was iets te fascistisch. En die beschaving onthaalt kleinere culturen, soms in sommige gevallen ronduit secundaire culturen, die anders aankijken tegen homoseksualiteit. De vrouw, het gezin, eer, eh, noem het allemaal maar op. Eh, ook vaak racistische tendensen, tribale tendensen. Nou goed, die gemeenschap onthaalt hier in deze zorgstaat en die krijgt kinderen en dan komt er eigenlijk alleen een klachtenregen. Te Terwijl op hetzelfde moment dat iemand klaagt over racisme bijvoorbeeld, moet je je voorstellen. Heb je dus een jongen als Ismail Ilgun, die, is zo uh, die in, uh, in Saandam dus filmt hoe jongeren daar de, de buurt helemaal uh, op stel te zetten, hoe een onschuldige burger van zijn fiets getrapt wordt. Wat gebeurt er met die jongen? In Angola zou hij waarschijnlijk naar de gevangenis gaan. Uh, in Chili of wat dan ook. In Wit-Rusland zou hij verdwijnen. In Noord-Korea. Nou, hij, nee, hij zou er niet eens over durven nadenken. Hij werd zwetend wakker. En hij zou gelijk uh, naar het monument gaan van de, van de heengegaan leider. En in Nederland kon zo iemand dus niet mag een programma openen van de wereld draait door. Die mag op de stoel, die mag een programma openen. En dat zien burgers. Burgers die zien dus dat er een soort elite is qua media, qua politiek. Die op het moment dat het fout gaat, toch weer gaat belonen. Toch weer positief, iets positiefs eruit probeert te halen. Dat is een soort heel giftig en cynisch optimisme. Voor iets wat al lang niet meer op die manier werkt. En ik denk dat dit soort jongeren ook, die schreeuwen juist om een discipline. En hun identitaire cultuur, die schreeuwt erom... Dat zij hier een identiteit zien, waaraan ze, ja, waar zij rekenschap aan hebben af te leggen. Ja, als het hier één grote oikofobe spons is: van ja, kom maar hier, en wij moeten leren. Wij moeten jouw soep eten en jouw dansen. En wij kunnen niet dansen en we hebben kleine piemels en we en we hebben rode wangen. Als we het warm hebben van zo'n schamen. En we hebben een lelijk stel haar waar je niks mee kan. En we zijn niet kunstzinnig en uit de maat en introvert. Ja, als we, als we dus mensen hier onthalen die goed zijn in dansen, maar niet naar de maan vliegen, geen ze opereren. Geen zorgstelsel hebben en we blijven onszelf maar door de modder rollen. Dan komt er een jongere generatie uh, autochtonen. Ja, die pikt het op een gegeven moment niet. En dan krijg je dus erupties, vulkanen, gijzers. En het kan met een benzineprijs gaan in Frankrijk. Dat kan met Zwarte Piet zijn hier in Nederland. Maar die eruptie, die zal, als we niet snel zorgen dat we egaler gaan denken over verantwoordelijkheid en egaler gaan denken over dingen als racisme. Iedereen weet. Dat onder de Surinamers de lichtste, de beste is, dat Marokkanen moeite hebben met het huwen uh, interraciaal. Dat, dat moet, en wie dat nog niet weet, moet er onderzoek naar doen, er moeten gesprekken overkomen. Maar we moeten niet een, een, een samenleving krijgen waarbij de kleine burger voor alles opdraait of de blanke burger opdraait voor koloniaal verleden of misstanden. Zonder het compliment van God Maar er is wel naar de maan gevlogen. Er is hier wel een zorgstaat. Dus ik denk vooral dat het ongenuanceerde kijken naar het klimaat. En de oplossing en het ongenuanceerde kijken met veel schuldgevoel. Heel bombastisch. We hebben geleerd van Hitler. Dat nooit meer. Dus kom erin, Chango En neem je kleine gitaartje mee. En zit dan op de grote markt. En zing dan hoe slecht ik ben als plankenman. Zing jouw lied. Dat hoeft niet eens te rijmen. Dat is een. Daar moeten we echt vanaf. Dat is een bom. Dat, die, die klapt een keertje. Um, en met de gele hersen zie je dat dus. Uh, uh, dat komt er, vanuit die ben, dat benzineverhaal. Waarvan ik ook gewoon denk dat is een gaatje de grond. Die gijzer eronder, die krater is veel dieper. We weten maar god niet wat er morgen gaat gebeuren. Hier in Nederland, ik zei het al, was het een seniorenkoor. Die hebben een rondje gelopen met, 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 met uh, Ebru Umer een rondje gelopen over de, door Den Haag en zingen en zo. Nederland is nog te gezapig. Ten eerste zijn we Calvinistisch, dus we vinden niks opwindender dan onszelf met een zweeper langs te geven. Dus we, hebben, we houden het nog wel even uit met de onderdrukking van Brussel. Um, en ten tweede, het is hier geen Frankrijk. Andere volksgeest, dus... Dat kopiëren moeten we niet te snel willen. Ik doe het hier, half met de kniphoog, half bewustwording, inschattend waar het heen gaat. De gele hesjes, ik weet maar god niet waar het heen gaat. Ik zie wel heel veel ontevredenheid in Europa over vooral klimaat, immigratie en de ruis tussen het volk en de volksvertegenwoordigers. Nou jongens, ik heb mijn zegje gedaan. Denk er zelf over mee. Gooi een reactie in de comments hier op YouTube. Laat me weten wat je er zelf van denkt. Um... Want ik vind wel het mooie van de gele hesjes dat het over iedereen gaat. Je ziet mensen van alle kleuren, alle leeftijden. Uh, en het wordt nu echt dus een West-Europees ding. Dus laten we ook dit video maar een beetje gele hesjes. Gewoon iedereen die een mening hebt, gooi het maar op YouTube neer. Deel die handel. Uh, Weltsmatch is een vrijwilligerswerk. Ik sta hier weer met mijn vrijwilligershesje ook. Reflecteer het naar u toe te schijnen. Maak wat geld over voor Weltsmatch. Um, want dit geeft nou zelf toe. Je kan van me houden of van me haten, maar dit wil je niet missen. Fijne dag.